De voorlaatste video met inkomende Premier League transferberichten. Dat is deze video. De volgende komt vrijdagochtend online. En dat wordt waarschijnlijk een hele lange video. Met alle transfer deadline day transfers erin. Maar vandaag is het woensdag. En gaan wij nog even alle transferberichten bespreken die nu gaande zijn. Want man. Wat een transfergekte is er momenteel gaande in die Premier League. Laten we snel beginnen met de video. Jullie zeggen altijd dat mijn intro's zo lang zijn. Dus ik ga heel snel praten. En doe voor eens abonneren. Ik wil deze week heel graag de 93.000 abonnees halen. Laten we dat voor elkaar krijgen. We moeten nog iets meer dan 100. Dus als je nou kijkt, abonneer dan even. En laten we maar snel beginnen. Zet het belletje aan. Vrijdagochtend dus die deadline day transfer video. Maar we beginnen gewoon meteen met Wayne Rooney. Gaat weg bij DC United. Had dan nog een contract tot 2021. En gaat samen met Philippe Cocu trainen. Nou, dat niet helemaal. Hij wordt namelijk een speler slash trainer. Hij heeft zelf ook gezegd dat hij bij het eerste team komt te zitten. En het is eigenlijk een beetje hetzelfde als Vincent Kompany momenteel doet bij Anderlecht. Dus momenteel nog niet bekend wat er precies betaald is voor Rooney. Ik denk tussen de 3 en de 5 miljoen euro of zo. En ik ben heel benieuwd hoe dit nieuwe fenomeen speler trainer uit zal pakken. Tot nu toe zijn mensen heel erg tevreden over de kwaliteiten die Kompany laat zien bij Anderlecht. En ja, als het werkt, ik bedoel, waarom niet? Misschien zien we in het vervolg wel heel veel spelers die deels aan de slag gaan als trainer. En die daardoor ook makkelijker later dan, als ze daar behoefte aan hebben, hun opstap kunnen maken na een trainerscarrière. Nou ja, in dit geval dus Wayne Rooney bij Derby County. Samen met Philippe Cocu, eerste wedstrijd gewonnen. En ik ben heel benieuwd. Ik laat me verrassen. Vlak nadat mijn volgende video online kwam, werd bekendgemaakt dat Lasse Schöne bij Ajax gaat vertrekken. Wat ik persoonlijk heel erg jammer vind. Een enorm harde werker. Maar misschien ook maar beter voor Ajax. Hij gaat naar Genoa toe en dat is prima. Ook het bedrag waarvoor Schöne weggaat is nog niet officieel bekend. En waarom vind ik het persoonlijk beter dat hij weggaat? Omdat er gewoon een overbezetting momenteel is bij Ajax. Veel mensen vrezen ook dat dat een zwakte kan gaan worden van Ajax. Dat er te veel concurrentie is. Je moet ervan uitgaan natuurlijk dat er maar één speler eigenlijk op het middenveld is weggegaan tot op heden. Donny van de Beek kan de tweede worden. En dat is Frenkie de Jong. Echt een belangrijke speler die dan weg is gegaan. En Karel Eiting kan dit seizoen weer gewoon echt in de basis komen, speelde volgens hem op het begin ook. Volgens een blessure natuurlijk. Ras van Marien is er nog bijgekomen natuurlijk. En ja, er zijn gewoon te veel goede spelers op het middenveld. Dus ik vind het goed dat Schöne weggaat. En als hij bij Genoa echt die vaste nummer 6 kan worden, wat hij ook beloofd is, dan is het gewoon een goede transfer voor hem. En nu komen we bij de sappige nieuwtjes. We beginnen bij Christian Eriksen. Hij mag Tottenham Hotspurs verlaten volgens de papieren, volgens de nieuwskranten. Want hij heeft nog maar een contract die afloopt volgend jaar in de zomer. En hij lijkt geen nieuw contract te gaan tekenen. Nou ja, 1 plus 1 is 2. Tottenham wil hem niet gratis kwijt. En dus kan hij zomaar weg. Ik denk als hij nog een 5 jaar contract had, dat hij misschien wel 150 miljoen euro zou moeten kosten. Maar momenteel wordt er maximaal 80 miljoen op hem geboden. En dat is natuurlijk maar nog één club, Manchester United. Ja, United moet nog een middenvelder kopen. Ze hebben nu gewoon een probleem. De transfer deadline day is over 2 dagen en ik ben fucking overbelicht. Beter. Maar middenveld van United had ik erover. Ik heb momenteel Pogba natuurlijk. McTominay of Matic, een van die twee zullen gaan spelen. Voor de rest, ja, je hebt natuurlijk nog wel meer van de middenvelders bij United. Maar niet in niveau wat United wil. Er moet nog een middenvelder bij komen. Dybala. Komt het dadelijk uit. Gaat niet meer door. Hè. Of dat heb ik al besproken trouwens in mijn vorige video. Bruno Fernandes lijkt ook niet meer door te gaan. En dus is eigenlijk Eriksen echt de laatste optie. En hij moet komen. Ik denk dat dit gaat gebeuren. Ik denk dat Tottenham Christian Eriksen zal laten gaan. En niet alleen maar omdat hij nog maar 1 jaar contract heeft. Maar ook omdat Paulo Dybala momenteel gelinkt wordt aan een transfer naar Tottenham Hotspurs toe. Hetzelfde bedrag als United zou moeten betalen als, als ze geen ruil met Lukaku zouden doen. 80 miljoen euro moet, of nee, 67 miljoen pond, ongeveer 70 miljoen euro, moeten betaald worden voor Paulo Dybala. Dat zou allemaal agreed zijn, dat zou allemaal afgerond zijn, maar de contractonderhandelingen. En kijk, persoonlijk kan je mij niet vertellen dat Tottenham een beter aanbod kan doen qua contract dan United. Dat is onmogelijk. United heeft meer geld, dus dat gaat niet gebeuren. Het enige, de enige troef die Tottenham heeft, die United niet had, is natuurlijk iets heel belangrijks. Champions League voetbal. En ja, als Dybala daarvoor wil kiezen, dat zou een hele goede optie zijn voor hem natuurlijk. Dan moet hij gewoon lekker naar Tottenham toe gaan. Dan kan hij spelen, wordt hij waarschijnlijk nummer 10, belangrijke speler in het team. Ik zou het doen als ik hem was. En ja, dan gaat Eriksen naar United, is iedereen blij.
En dat zou eigenlijk al de beste oplossing momenteel zijn. We gaan het in de gaten houden. Voor donderdag zal dat al bekend moeten zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Maar goed, we hebben natuurlijk Dybala als kan. Maar er zijn nog meer mensen in beeld bij Tottenham. Bruno Fernandes wordt genoemd. Bespreek ik momenteel niet. Maar ook Coutinho kan op 10 spelen. Kan op die aanvallende middenvelderspot spelen. Maar natuurlijk ook Dele Alli kan daar spelen. En dan kan Coutinho gewoon op 1 flank doorgeschoven worden. Blink speelt meestal Son. Misschien moet Coutinho dan op rechts, waar Lucas veel speelt natuurlijk. Maar het zou kunnen. Coutinho wordt letterlijk aangeboren bij Premier League clubs. Tottenham is één van die ploegen en Arsenal ook. Maar Arsenal lijkt van de lijst af te zijn. 2 dagen geleden leek dat wel de transfer te zijn die hij ging maken. Maar Arsenal heeft net Pepe gekocht. Ze hebben Lacazette, ze hebben Aubameyang voorin. Logisch dat Arsenal hier geen interesse in heeft. Het lijkt een leentransfer te gaan worden. En het zou heel interessant zijn. Want ja, hij moet voor overmorgen die transfer gemaakt hebben. Anders kan hij niet naar de Premier League toe gaan natuurlijk. Nou, voor Tottenham zou de ideale aankoop zijn. Want ze kunnen natuurlijk waarschijnlijk ook niet meer Gareth Bale kopen. Is er ook te laat voor. En ja, als Eriksen weggaat, moet er een opvolger komen. Coutinho zou daar prima bij passen. Hatem Ben Arfa, echt een speler met enorm veel clubs, speelde dit seizoen bij Stade Rennes. En is daar ook wel weg. Transfervrij momenteel, maar een 1-jarig contract. En hij gaat waarschijnlijk aan de slag in de Serie A. Sampdoria lijkt zijn volgende club te worden, waar hij waarschijnlijk wel maar 1 jaar zal spelen. Hij zal binnenkort waarschijnlijk al een keer met pensioen gaan. Of hij zal weer van Hoop naar Haar gaan en het jaar daarna weer bij een andere club voetballen. Je weet hem al nooit met die Hatem Ben Arfa. Gary Cahill, natuurlijk speler van Chelsea heel lang, is daar transfervrij weggegaan dit seizoen. Heeft afscheid genomen van Chelsea. En hij heeft onderdak weten te vinden bij een andere Premier League ploeg. Crystal Palace gaat hij naartoe. Je zou bijna kunnen zeggen dat het ook een soort van speler-trainerrol is. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Hij is al 2 jaar getekend met 1 jaar extra optie. Dus ik denk wel echt dat er interesse is om hem nog te laten spelen. Hij is, moet ik even kijken, om een scherm helemaal achter me. 33 jaar oud. Dus hij kan het nog wel een paar seizoenen mee, denk ik. Een heel ervaren verdediger. Ook wel slim dat Palace die erbij haalt natuurlijk. En Feyenoord, ja, die zitten misschien wel echt in de problemen. De verdediging is heel zwak. Als je dat mij vraagt, Botteguin en Van der Heijden zijn niet goed. Beste verdediger bij Feyenoord, naar mijn mening, Sint-Just. En, of Sint-Just, boeit niet. En hij lijkt weg te gaan. Naar Duitsland, Mainz lijkt hem te willen kopen. Met alle bonussen erop aan de raan wordt er maximaal 12 miljoen voor de centrale verdediger betaald. Of ja, hij kan ook de back spelen. Maar ik denk dat dat toch wel een ramp zou zijn. De verdediging is al zwak. En dan ga je de beste verdediger misschien nog wel verkopen. Feyenoord, ik ben benieuwd hoe jullie deze transfer tegen willen houden. Want volgens Sint-Just is het een heel interessant aanbod als hij inderdaad in Duitsland kan gaan spelen. Ja, Feyenoord is wel ook zelf geïnteresseerd in een aantal spelers. Zoals Karsdorp willen ze graag hebben, Ricky van Wolfswinkel willen ze graag hebben. We gaan het in de gaten houden. Ik zal jullie alle transfernieuws ervan laten weten. Maar voor nu ziet het er niet heel goed uit voor Feyenoord. Ja, bij Juventus is ook een beetje een grimmig sfeertje. Hele goede transferperiode gehad, daar niet van. Maar momenteel, deze transfer ligt niet heel lekker. Danilo gaat naar Juventus toe. Werd aangekondigd en de comments onder de post op Instagram, op Twitter, waren negatief. Heel negatief. Je zag alleen maar mensen van, yo, waarom komt die? Wat slaat het op? Cancelo is veel beter. Want ja, Danilo gaat weg en wordt ingeruild voor Cancelo en wat geld. Tussen de 20 en 30 miljoen euro betaald Manchester City voor Cancelo. En ze geven een speler die ze niet eens gebruikten terug aan Juventus. Een enorm goede deal voor City. Die daarmee hun eigenlijk laatste spot opvullen. Cancelo. En ja, Juventus verzwakt zichzelf denk ik een beetje. Want Cancelo was toch wel een van de betere rechtsbacks van het afgelopen jaar. Dus ik ben heel benieuwd wat daarmee nu gaat gebeuren. En Arsenal is blij. Ze zijn verlost van een van de 2 rampverdedigers. Zo kan je niet noemen. Koscielny in ieder geval. Daar zijn ze van verlost. Ze gaan naar Bordeaux toe. 5 miljoen euro wordt ervoor betaald. Heel weinig geld, maar vind ik dat persoonlijk. Maar ja, Koscielny moest weg. Dus ze kunnen beter 5 miljoen ervoor vangen vlak voor de transfer deadline day. Dan dat ze hem het hele jaar op de bank hebben zitten en alleen maar salaris betalen. Wat dat betreft goed gedaan. Nu alleen van Mustafi afkomen. Ja, daar willen ze geloof ik tussen de 30 en 40 miljoen euro voor hebben. En geloof mij, dat kan nooit. Maar natuurlijk, je moet je wel in de gaten houden en blijven beseffen dat ook na de transfer deadline day transfers van de Premier League naar het buitenland, dus uitgaande transfers, wel nog gemaakt kunnen worden. Maar het is van Premier League Club natuurlijk het fijnst dat zij al hun transfers hebben gedaan voor de start van de competitie. En natuurlijk moet er ook een nieuwe verdediger komen bij Arsenal. Een van de 2 die werd genoemd was die Franse verdediger van Leipzig. Veel te moeilijke naam, moet ik niet. Maar eentje die wel serieus lijkt te komen is Rugani, een 2-jarige
leendeal. Wat ik ook heel slim vind, Juventus is dit jaar ook al heel driftig geweest uit de transfermarkt. Wat betreft verdedigers hebben we er nog 3 gehaald. Demiral of zoiets. Natuurlijk Matthijs de Ligt en nog iemand. Maakt ook totaal niet uit. Want die twee anderen buiten de Ligt zijn iets minder en zullen niet heel veel spelen, denk ik. Matthijs de Ligt natuurlijk wel. En daarnaast heb je nog een aantal seizoenen Bonucci en Chiellini. En binnen 2 jaar zullen die twee misschien een beetje out of the picture zijn. En kan dan Rugani, die het hele jaar in de Premier League gevoetbald heeft, makkelijker instappen in de Serie A. Dat is dus een hele goede actie die Juventus daarmee kan maken. Als hij bij Arsenal ook goed kan spelen, dan is het plan geweldig uitgewerkt. En nu wil ik tot slot nog even een leuke bespreken. Lukaku, naar Anderlecht. Nee jongens, nee. Ik kreeg deze vaak in mijn Insta DM. En veel mensen vroegen van, yo Timo, gaat hij nou naar Anderlecht? Waarom staat hij in een Anderlecht shirt? Het zit zo. Natuurlijk, die verwarring ontstaat als je die foto van hem ziet. Maar het zit zo, hij had een dag vrij. Heeft van United wat een heel raar een toestemming gekregen om een dagje mee te trainen bij Anderlecht. Of nu überhaupt naar Anderlecht toe te gaan. Wat ik persoonlijk als staf van United niet had gedaan. En hij komt dinsdag, volgende week dinsdag, komt hij weer terug bij de selectie. Wat ik ook raar vind. Want ik bedoel, hij moet ook gewoon bij de wedstrijdselectie zitten. Lijkt ook niet zo te zijn dus. Maar we zullen het zien of hij komt donderdag al terug. Ik snap er niks van, jongens. Sorry, maar soms gaat het mij ook allemaal te hoog, zeg maar. Nou, vandaag heel veel transfers in een spoedtempo besproken. Maar natuurlijk, we zijn nog lang niet klaar. Vrijdagochtend. Zet je wekker om 6 uur in de ochtend. Nee, dat hou ik er niet. Ik denk om 11 uur in de ochtend of 10 uur. Komt die transfer deadline day transfer video van de Premier League online. Ga dat checken, ga dat zien, zet het belletje aan, abonneer op Twinity. Hopelijk vond jij dit een leuke video. Heb jij dan ook geabonneerd op Twinity? Maar we willen die 93.000 naar beneden halen. We moeten er maar 100. Als je kijkt, abonneer dan. Dankjewel. Ik zie jou hopelijk de volgende keer weer terug. En dan zeg ik, joejoe, later de ballen, laat ze niet vallen. En tot de volgende keer. Later.